Hey, met mij. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een vlogje voor jullie. Ik ga namelijk met mijn vader naar Amsterdam voor een loungeparty. En ik dacht, weet je wat, ik ga jullie meenemen. We beginnen met de haren knippen, want zoals je ziet, mijn punten zijn echt super dood. Dus we gaan eerst eventjes naar de kapper. Ik had niet gevlogd bij de kapper, maar het is inmiddels geknipt. Het is echt wel een stuk korter. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Het is nog steeds lang. Maar ja, even die dode punten eraf en wat laagjes erin. Dus iets meer volume. En ik ben heel blij hiermee. Ik had niet gevlogd. Dat was ik eigenlijk een beetje vergeten om eerlijk te zijn. Maar ik dacht, ik film toch het eindresultaat. Nu ga ik richting mijn vader. Ga ik die oppikken en dan kunnen we naar Amsterdam. We zijn in Wamel nu. En ik heb papa opgehaald. Hier is papa. Hoi, ik ben papa. En we gaan nu richting Amsterdam. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules? And imagine a utopia. Darling, I'm just so fed up with these expectations. Hey, you keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. Yeah, thank you. Voor mij een water. Zo, we zijn inmiddels aangekomen. We zitten in het Van der Valk Hotel. Er was even iets niet goed met de kamers, want ik had expres een kamer met bad besteld. Maar ik had ook in de opmerkingen gezet, we willen graag bedden die uit elkaar kunnen. Niet dat het heel veel uitmaakt, maar ik dacht, als het kan, dan is het makkelijk. Ja, ze hadden alleen kamers met bedden, twee persoonsbedden en een bad. Dus toen hadden ze onze kamer zonder bad gegeven. Maar ja, ik heb liever een bad dan twee losse bedden. Dus nu hebben we een andere kamer gekregen en we zitten op de 15e verdieping. Dus ik ben heel benieuwd naar onze kamer. Maar we hebben inmiddels ook wat trek gekregen. Dus we zitten nu te wachten op het eten. En dan gaan we daarna de kamer laten zien. We komen binnen en dit ligt er op ons te wachten. Valentijnsbedje, papa. Oh, lekker. Tony Chocoloni. Mmm, rozenblaadjes. En dan heb je hier de... Oh, dat is open. Kan het lampje hier aan? Hier een mooie waspak. En een bad met bubbels. En ook nog een douche. Lekker hoor. Oh, wat luxe. Dat had ik niet verwacht. En heb je echt super mooi uitzicht. Nou ja, mooi. Maar wel ver uitzicht. Ik heb meteen een goed excuus om mijn nieuwe bikini aan te trekken en te testen. Deze is van de Duitse Cruise collectie van Hunkemüller. Ik heb hem inderdaad, de kaartje zit er nog aan. Ik heb hem nog niet aangehad, dus ik ben benieuwd hoe die zwemt. Niet warm.
zwembad en de wellness ook weer gecheckt. Het was echt super mooi, vond ik. Vond je dat mooi, pap? Ja. Wel echt, ja. Echt heel mooi. En ja, ik denk niet dat veel mensen in Amsterdam gezwommen hebben. En ik nu wel. Dus dat kan ik weer van het lijstje afstrepen. Hoewel, ik vond het vrij koud. Dus ik heb niet echt gezwommen. Maar goed, dat is voor later. Als het wat warmer buiten is. Maar het was wel echt super, super mooi zwembad en wellness. Nu gaan we weer terug naar onze kamer. Even opmaken en ready maken. En dan gaan we naar het centrum. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. Expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head. We zijn inmiddels weer terug op de hotelkamer. Ik heb even een trui aangetrokken en we gaan nu even wat eten. En de rest van de avond heel hard chillen. Ik heb een lunchbom gekocht, dus ik ga lekker in bad. En dat was al de eerste dag in Amsterdam. Of ja, de eerste dag. En, morgen is de laatste in Amsterdam. Oh. Maar goed, we gaan nu in ieder geval lekker eten. We zitten weer in het restaurant. Lekker. In hetzelfde ook gewoon. Ja, hier hebben we ook geluncht. Kijk, het is deze. Het is vrij rustig. Maar nu gaan we hier ook avondeten. En ik heb een entrecote en papa heeft een maishoender. Lekker. Oh, lekker. Terug in de hotelkamer weer. Heerlijk gegeten. En nu lekker het bad vol laten lopen. Ik heb er zo. Goedemorgen, het is vrijdag en we zijn nog steeds in Amsterdam. Gisteren was heel erg leuk, maar vandaag staat er iets op de planning. Ik ga namelijk naar een gameontwikkelaar in Amsterdam. En daar ga ik het even bij laten, want ik weet niet wat ik erover mag zeggen. Het is nu 8:30, ik moet er om 9:30 zijn. Ik pak zo de metro en dan komt papa later met de auto me ophalen. Papa gaat lekker hier ontbijten in het hotel. Ik niet, want ik doe intermittent fasting, dus ik mag pas om 12:00 eten. Dat is de deal. Maar ik heb ondertussen wel al een groene... Nou, het is niet echt groene thee, hè? Citroenthee is het volgens mij. Nou, in ieder geval thee zonder suiker, dat mag wel gewoon. Dat breekt je fasting niet. Nog even het mooie uitzicht. Ja, daar moet ik de metro zo pakken. Kun je mij volgen als ik daarheen loop?
Oh. Oh, gewoon in de raam. Oh, ik zie mij te lopen. Nou, het was wel een mooie kamer. Nou, ik vond het wel echt een super mooi hotel en ook een fijne kamer. Vannacht had ik wel last van de buren, die hadden heel veel muziek aanstaan. Maar toen kon ik gewoon appen naar de roomservice en toen hebben ze dat opgelost. Want daarna viel ik ook in slaap, dus dat was eigenlijk wel goed geregeld. Ja, alles was eigenlijk wel goed geregeld, toch pap? Ja, prima. Dus wel een aanrader voor als je in Amsterdam bent. Beetje buiten het centrum betaal je niet de hoofdprijs. Het is nog steeds niet goedkoop, maar dan kun je gewoon met de metro naar het centrum. Nee, het is 4 sterren. Ja, maar ik zeg het 5 sterren. Ja, ik vind het ook 5 sterren. Zit er gewoon een zwembad bij. Kwaliteit. Ja, en eten, en netjes. Eten. Schoon, alles. Alles schoon. Ja. Dus, mocht je een keer naar Amsterdam gaan, dit is mijn advies voor een hotelletje. Ik ben inmiddels weer met de metro onderweg naar het centrum van Amsterdam. Maar, ik dacht, weet je, ik kan wel weer vloggen dat ik onderweg ben en dat ik daar aankom en zo. Maar ik denk dat ik verder niks kan vloggen daar. Dus ik zie jullie na de meeting weer. Oké, afgesproken. Tot dan. Zo, de meeting zit er weer op en we zijn nu onderweg niet naar huis. Want ik wil nog wat halen bij een meubelwinkel, heet dat zo? Ja, meubelzaak. Bij een meubelzaak. Want Mickey vindt dat ik een rommelkom ben. En ik dacht, laat ik hem verrassen met wat nieuwe meubels. Maar niet echt meubels meer. Ik heb heel veel kussens en zo. Het is een beetje rommelig. En ik wil dus nu iets halen waardoor het allemaal strak eruit ziet. Zodat het niet zo rommelig meer overkomt. Dus dat ga ik nu doen. En ik dacht, dat vind ik wel leuk om te vloggen. Dus ik neem jullie lekker mee. Dat mag niet. Hey. Nee, als jij dat wil doen, dan moet jij hier hangen. Hier mag je dat doen. Dit is het eindresultaat. Hier heb je het kleed wat ik heb aangeschaft in mijn kamer. Ik vind het wel leuker uitzien. Geeft wat huiselijker gevoel. En nu ga ik de vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Geef een dikke duim omhoog. En ik zie jullie de volgende keer. Doei!